Bonjour à tous en welkom bij Leer Frans met Roland. We zijn alweer aanbeland bij hoofdstuk 2c en hier gaan we het hebben over het groeten in het Frans, over het beleefd zijn in het Frans. Dus daar gaan we. Bonjour, bon jour, bonjour. Wanneer op zijn Frans een OU-combinatie zien, zoals hier, dan spreken we het uit als bij ons het geluid oe, zoals een koe. Ik vergat overigens nog te zeggen, links in het Frans hebben we de of links in het zwart hebben we de woorden in het Frans en rechts in het rood hebben we de woorden in de Nederlandse vertaling. Bonsoir. Bon. Soir. Bonsoir. Bonne nuit. Bon. Nuit. Bonne nuit. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Ik geloof in de vorige les en ook ergens in de les van hoofdstuk 1 in de etrovorm hadden we het er al over dat het woord tu voor jou informeel is en het woord vous voor jou formeel. Als je daar meer informatie over wilt hebben, zou ik een van die twee video's nog even terug bekijken. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Verschillende klanken in het Frans, waaronder de EAU geluid, spreken we uit als O. En hier in het woord beaucoup is de laatste letter P wordt niet uitgesproken. De rien. Je m'appelle Roland. Je m'appelle Roland. Je m'appelle Roland. Dus letterlijk betekent dit: ik noem mezelf Roland. Het is correct om te zeggen je suis Roland, dus letterlijk ik ben Roland. Maar de combinatie je m'appelle wordt wat dat betreft veel meer gebruikt. Et toi? Et. Toi? Et toi? Hier wordt de letter T achter het woord E niet uitgesproken. Oké, dat was deze les voor vandaag, Franse les voor vandaag. Bedankt voor het volgen van deze les en au revoir.